mijn naam is Daan en dat was mijn Subaru die jullie net zagen. Het is gebeurd, ze staan nog onbekend en ik baal er heel erg van, maar mijn koppakking is lek. Helaas. Nou goed, het is natuurlijk super balen dat het is gebeurd. Maar ja, het zat er wel een keer aan te komen en eigenlijk was ik me al een beetje erop voorbereid dat het ging gebeuren, aangezien ik ook een keer koelvloes vertrok. Dus bij deze, jullie hebben afgelopen maandag hebben jullie ook een filmpje gezien dat we een motor eruit haalden. Of een motor eruit haalden, dat we een nieuwe motor hebben gehaald. En deze, die gaat er ook uit. Dus jullie krijgen twee motorbuilds. Ik heb super veel zin in. Naomi, die is er nog niet. Ik weet ook niet of ze nog komt vandaag. Ik denk het wel. Als jullie dit leuk vinden en als jullie nu al zin hebben in deze hele motorbuild, dan hoor ik het graag in de reacties beneden. Like, abonneer en dan gaan jullie gewoon zien hoe wij een Subaru motor uit elkaar gaan halen in elkaar en dan gaat hij weer rijden. Let's go! Oké, dit wordt misschien wat lastig, want ik ben nu in mijn eentje, maar wat we gaan doen, deze moet eruit. En wat ik eigenlijk altijd doe, zodra ik een motor eruit haal, is eigenlijk heel simpel. Ik teken denkbeeldig een lijn rondom de motor. Dus ik denk van ja, wat moet er allemaal los, wat moet er allemaal los? En meestal begin ik gewoon aan één kant en werk ik naar de andere kant toe. Vandaag gaan we lekker schroeven. We beginnen met de vloeistoffen eruit halen. Oh, ja. We beginnen met de vloeistoffen eruit halen. Op naar boven. Heb je net nieuwe koelvloeistof gekocht? Gaat het er weer uit? Ja, nu we hier toch beneden staan, kunnen we net zo goed ook even de koelslang van de radiateur loshalen. Ik heb hier zo geen goed gevoel over. Ja. Oh, gelukkig heb ik een plug voor mijn radiateur. Ja, tuurlijk. Oké, dat was wel een beetje jammer. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Maar was wel te verwachten, want ik heb het eerder gehad. Maar we gaan eerst even opruimen. Oké, eenmaal weer onder de motorruimte. Als ik jullie alles ga vertellen wat jullie moeten vervangen, dan wordt het van een hele lange video. Dus dat ga ik niet doen. Dus ik ga jullie gewoon op de tripod zetten en dan aan het einde vertel ik wat ik heb gedaan. En dan wordt dat helemaal mooi en dan wordt het gewoon een timelapse. Let's go. Oh, pro tip. Aangezien deze auto wel een paar maandjes stil gestaan. Label je boutjes. Normaal doe ik het ook niet, maar dit is wel handig. Label je boutjes of draai ze terug op de plek waar ze vandaan komen. Zodat je de volgende keer weet van hé, daar moeten ze dus. Ik heb hier de voorkant heb ik nu los, dus ik heb hier met een denkbeeldige lijn zo, plop, hier nog kabeltje, dus ik ga een beetje aan deze kant beginnen en dan ga ik naar de intercooler en dan schroef ik daar alles los en dan een paar buitjes los en dan plop, gaat hij er zo uit, wat denk je zelf. Hopelijk worden jullie er nog niet zat op de tripod, maar het is even niet anders, Naomi is er nog steeds niet namelijk, en dus het is gewoon even wat lastig. Oké, ik was dus heel mooi in de camera aan het lullen en ik weet niet waar die is gestopt. Wat ik wel weet is dat ik het zei dat ik niet de boutjes had gejinxed. Of dat ik het wel had gedaan en toen brak er eentje af. Ik weet niet of de camera gestopt moet ik even terugkijken. Maar goed, ondertussen airco-apparaat is mijn airco aan het leeghalen. Ik sta hier een beetje te kijken wat er is. En er is iemand opkomen dagen. Hoe gaat het? Prima, ik was door mijn werk heen geslapen. Nou, hij was niet eens gezet, want mijn telefoon was leeg. Dus die is er nu ook, dus die komt mij gezellig helpen. Gezellig, leuk. Heb je er zin in? Heb je er zin in? Jij? Ik heb er zin in. Ja? Mooi. Absoluut. En dan gaan we samen even de motor eruit halen. En we staan weer op de tripod.
we staan, zoals jullie zien, onder de auto. Ik heb even de bodemplaat onderuit gehaald. Dat is de motor, daro, en dit is de versnellingsbak. En die moet natuurlijk gescheiden worden van de motor. Daar zit de startmotor, die zit daro. Die hebben we losgehaald. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Twee boutjes, 1, 2. En dan zit er zo meteen aan de zijkant van de versnellingsbak zit een inbus. En die haal je eruit, maar dat ga ik even in detail laten zien. Want als je dat niet weet, dan is het echt tobben. Wat nog wel even los moet onder de auto, is je laptesonde aan de rechterkant. Deze hier al. Want als je hem omhoog tilt, dan komt hij tegen de frame aan. En dan is die krom. En laptesonden zijn volgens mij heel duur. En daar hebben we gewoon geen zin in. Dus die gaan we sowieso loshalen. Ook doe ik even de downpipe loshalen voor de zekerheid. Want ik zag dat de studs... die blijven gewoon zitten in de turbo, dus dat is goed. Maar ik moet even wat meer speling hebben, zodat de uitlaat die kant op kan, zodat de motor daar langs kan. Nee joh, deze komt gewoon los. Hoe dan? Deze zit wel vast, hè. Ik zie ze dit altijd zo plop, plop, plop heel snel doen. Even deze arm mee. Kan ik net niet lekker kracht zetten eigenlijk. Nee. Oh, buddy! Zo lekker! Even die knokkel breken, jongen. Even lekker op het zitten. Buddy Roy heeft het even voor ons gefixt. Shout out naar Roy. Oké, terwijl mijn oom eens even de moeren los had, ga ik even de airfryer aan doen. Oké, nou, zodra je dus de onderste twee moeren van de versnellingsbak los hebt en je hebt de motorsteun ook los, dan moet je ook even de downpipe loshalen, want die zit nog aan je turbo vast. En dan heb je gewoon wat meer speling. Waarschijnlijk kom je ermee weg om gewoon de uitlaat een beetje naar achter te duwen, maar als jullie hier kijken, de moeren, die, ja, dit zouden dus moeren moeten zijn. Volgens mij een 14 of zo. En ja, het past niet echt meer. Dus we gaan die gewoon sowieso, kijk, ik moet ze sowieso vervangen, dus ik ga gewoon de hele downpipe, dus de katalysator, ga ik gewoon weghalen. En hoe gaan we dat doen? Met maar één van mijn favoriete stukken gereedschap, de brander. Dit is echt top, want alles wat vloeibaar is, dat kan ook niet vastzitten. Ja, inderdaad. Tientje als je hem likt. Even kijken, dat is nu het idee dat je dus... En dan komt het natuurlijk nu gewoon los, omdat het een Subaru wordt. Oh ja. Yeah. Lekker dan. Pas op mensen die het heet. Ja, deze moet je dus even niet vastpakken, want dat is wel iets wat je... Dit is gewoon een beginnersfout. Gaat die sisselen. Oh ja. Yeah. Oké, okay, als je dus zover bent om de motor eruit te trekken, moet je nog je koppelings... Ja, volgens mij is je vork, moet je dus loskoppelen. Hier zit je koppelingscilinder. Dat is deze en die zit hier gemonteerd en die duwt dan als het ware deze vork die kant op, waardoor je koppeling dus ontkoppelt. En er zit een staaf in, of ik weet niet helemaal precies hoe het werkt. Ik ben eigenlijk heel benieuwd als de bak of de motor zo meteen uit is, maar ik heb gezien dat je dus... daar een bout in moet draaien. Of in ieder geval, ik ga het gewoon even laten zien. Dus ik ga hier gewoon even in deze motorruimte stappen. Dan kan ik er beter bij. En dan zit hier een inbus. Oh, dit gaan jullie nooit kunnen zien natuurlijk. Hier zit een inbus. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien. En dan moet je dus een dop 14 hebben, inbus. Mocht je dit willen doen, is dit misschien een moment dat je een dop 14 inbus aanschaft. Want die zit niet in het standaard assortiment. En dan draai je deze eruit. Dan heb je hier je inbus. En dan als het goed is, zit hier een pin in. En daar doe je dan een M6 bout in, wat ik begreep. Oh nee. Uh-oh. Oké, M6, boutje. Die gaat hier erin. Als mijn auto heel lief voor mij is, kan ik deze dus zo eruit trekken. Wat die is, volgens mij. Deze ga ik echt keihard inlooben als ik hem monteer. Je wil niet weten. Wauw! En dan zit die los of zo. Dan kan hij er nu uit, wat ik begrijp. Oké, dit wordt wel een spannend moment. Hier,
Dat was het. Wat gebeurt hier? Oké. De Subaru krijgt een kind. Jezus. Ja, mijn vingers goed te zien. Oeh. Dat was hem. Niet zo alleen nog maar. Jezus. Hij is er eindelijk. Een motorblok. Yay. Nou, het heeft even geduurd, maar liefst 2 uur of zo, voordat we eindelijk de motor eruit hadden. Want we moesten nadat we de koppelingsvork eruit hadden getrokken, ik weet het niet eens meer. Dus het heeft heel lang geduurd, maar hij is er eindelijk uit en hij hangt daar. Wat nou eigenlijk het probleem was, als je even meeloopt. Wat nou eigenlijk het probleem was, dat hij er niet uitkwam, waren deze pinnen. Deze stalen pinnen en die zaten helemaal vastgerot in het aluminium van de versnellingsbak. En dat was echt een pain in the ass, want ik kon ook nergens mijn schroevendraaier ertussen doen. Maar het is uiteindelijk gelukt. En ja, de motor is eruit. Ik moet zeggen, het is best wel goed te doen als die pinnen niet vastzitten. Dan is het prima. Maar ja, zoals jullie zien, ja, die motor die is nog steeds gewoon helemaal vol. Dus ik ben nog niet eens op de helft. Nu moet hij nog aan elkaar. En ja, het is 4 uur en wij stoppen ermee. Dus vonden jullie dit leuk en ik hoor graag wat jullie vinden ervan vonden in de reacties. Abonneer, like en dan zien wij jullie in de volgende video. Bye bye. Hij gaat in de engine bay. Wanneer je 1 bent met je Subaru. Bababab! 100%, 900 pk. Go!